Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Als dit de eerste keer is op mijn kanaal, welkom dan. En klik vooral eventjes op abonneren, blijf lekker hangen, gezellig. En schakel ook even je meldingen aan, zodat je altijd bericht krijgt wanneer er weer een nieuwe video van mij is. Deze video wordt een praatvideo, dus ik denk, ik bereid je maar alvast voor. I'm just gonna talk. Misschien een beetje emotioneel worden, misschien ook niet. Maar goed, laten we even praten. Ik ben inmiddels 25 jaar. Ik ben nu zo'n 2 jaar, oh, bijna 3 jaar. Ja, bijna 3 jaar actief op YouTube. Of actief, ik maak bijna 3 jaar wel eens video's op YouTube. En ik doe al een tijdje over mijn studie. En er is gewoon heel erg veel gebeurd in die korte periode, eigenlijk van 3 jaar. Ik kijk nu eventjes terug op 3 jaar. Goed. Vorig jaar ben ik begonnen met Sisa. Dat YouTube kanaal ken je waarschijnlijk wel. Ontzettend leuk, ontzettend tof om te doen. En ja, ik ontmoet ook hele toffe mensen door Sisa. Ik heb hele toffe mensen in mijn groepo bij Sisa. Ik studeer dus ook nog eens een keertje. Ik ben verhuisd van Rotterdam naar Amsterdam. Van Amsterdam naar Almere. Altijd als ik zeg ik woon in Almere, dan heb ik zo zin om zeg maar een excuus te verzinnen van ik woon in Almere, maar het is wel echt super leuk hier in Almere. Goed, maar het is wel echt super leuk hier in Almere. Goed, ik ben dus nu op dat punt in mijn leven dat ik mezelf de vraag stel, waar ben ik mee bezig? Is het wel goed wat ik aan het doen ben? Ben ik wel goed genoeg? Ja, best wel een lastig onderwerp. En een onderwerp dat mij al heel erg lang bezighoudt, waar ik ook al vaker over heb geschreven op mijn blog en waar ik nu dus een video over wil maken. Omdat ik het idee heb dat video's ja, toch wat interactiever zijn dan tekst op de een of andere manier, of video kan toch wel weer tekst ondersteunen en andersom. Ik vind mezelf altijd best wel ambitieus en ik vind altijd dat ik heel veel ideeën heb en het is altijd maar de vraag of die ideeën dan in hun uitvoering even goed zijn als in mijn hoofd. Maar dat is een volgende stap, een volgend ding. Maar ik wil het graag met je hebben over de twijfels die komen kijken bij de uitvoering van je ideeën. Of bij het leven van je leven, eigenlijk als je jong bent. Ik heb namelijk best wel veel creatieve mensen in mijn omgeving. Mensen die voor zichzelf dingen doen. Mensen die gewoon heel erg lekker en goed bezig zijn. En ik kan je vertellen dat, ook al heb ik vorig jaar een video gemaakt op het Sisa kanaal. Mijn haar zit een beetje raar. Ik heb vorig jaar een video gemaakt op het Sisa kanaal. En die ging over zwarte vrouwen en dat zwarte vrouwen elkaar meer zouden moeten steunen en niet zozeer tegen zouden moeten werken. En nu zit ik toevallig in een Facebookgroep. En die Facebookgroep die bestaat eigenlijk alleen maar uit zwarte vrouwen. En dat zijn allemaal zwarte vrouwen die elkaar ondersteunen. Het is ontzettend mooi. Maar ik merk voor mezelf dat ik het ook wel moeilijk vind. En ik ben gewoon heel eerlijk hierin. Ik merk voor mezelf dat ik het heel erg moeilijk vind om andere mensen zeg maar bezig te zien. En goed bezig te zien. En dat ik bij mezelf merk dat ik ontzettend veel twijfels heb over wat ik nu aan het doen ben. En of het wel goed is wat ik aan het doen ben. Of het wel oké is en of mensen het wel tof vinden wat ik aan het doen ben. En dat is iets waar ik zo ontzettend mee struggle. En waar ik gewoon vrij en blij over wil kunnen praten hier op mijn kanaal. Op mijn stukje internet. Ik ben nu bijvoorbeeld dit jaar aan het afstuderen. Het is ontzettend zwaar omdat ik gewoon een paar jaar niet zo hard mijn best heb gedaan. En dan bij die laatste loodjes kom ik dan erachter dat het extra zwaar weegt. Omdat ik extra hard moet werken om het toch nog te halen. Maar tegelijkertijd ben ik ook nog bezig met andere projecten. Zoals een webserie. Die is in de zomer opgenomen. Die moet nog geëdit worden. Maar moet ook nog uitgebracht worden. We hebben er een heel idee omheen gecreëerd. Dus daar ben ik mee bezig. Ik ben bezig met Sisa. En daar loopt ook niet altijd alles zoals ik wil dat het loopt. Dat is trouwens het leven, maar oké. En intussen heb ik ook nog gewoon andere kleine projecten waar ik heel graag aan werk. Maar ik merk aan mezelf dat ik niet te veel bezig moet zijn met te veel dingen. Omdat ik dan veel te druk word in mijn hoofd en niet alles meer bij kan houden. Maar goed,
Dan zijn er natuurlijk weer de mensen die ik ken die heel erg goed bezig zijn met hun projecten en dat ook maar al te graag laten zien. En dan denk ik weer van ja, maar wat de hel ben ik dan aan het doen? Waarom kan ik niet ook alles doen en alles hebben? En waarom loopt dat dan allemaal niet zo lekker? Ik vertel je dit omdat ik natuurlijk super benieuwd ben ook hoe jij dat ervaart. Want ik weet dat er voornamelijk meisjes naar mijn video kijken. Meisjes ook van mijn leeftijd naar mij kijken. En ik vraag me heel erg af hoe jullie dit ervaren als jonge dames zijnde. Hoe jullie het ervaren om alles wat je in je hoofd hebt graag te willen doen. Maar tegelijkertijd erachter te komen van oké, ik kan niet alles tegelijk doen. Want dat wordt gewoon te veel. En als ik alles tegelijk doe, dan kan ik niet alles ook voor de volle 100% doen. Of zeg maar, de uitvoering kan dan niet zo zijn zoals ik graag zou willen dat het is. En dan is er natuurlijk nog dat andere ding van te veel focussen op wat andere mensen aan het doen zijn. En daardoor een beetje vergeten wat je zelf aan het doen bent. Ja, dat is een moeilijk ding. En ik wilde dat heel erg graag afleren. Om daar dus veel mee bezig te zijn. En ik maak ook baby steps om dat af te leren. Het punt is dus dat het soms een beetje allemaal te veel kan zijn. En er best wel veel op je afkomt. Best wel veel gedachten op je af kunnen komen. En dat de onzekerheden soms de overhand kunnen nemen. Of de twijfels de overhand kunnen nemen. Terwijl je eigenlijk moet beseffen dat je zelf genoeg bent. En je beter kan focussen op jezelf. En kan focussen op waar jij mee bezig bent. Zodat je je niet te gemakkelijk laat afleiden. En ook eigenlijk zeker zijn in je onzekerheden. Gewoon acknowledge dat je onzeker bent. Of acknowledge, hoe moet je dat in Nederlands zeggen? Eigenlijk gewoon jezelf er bewust, je er bewust van zijn dat je onzekerheden hebt. En dat dat erbij hoort in het leven, denk ik dan. Maar dat je ze zeker niet de overhand laat nemen. Dus jezelf niet te veel vergelijkt met anderen. En dat vergelijken, daar ben ik zelf altijd een ster in om mezelf te vergelijken met anderen. Maar ik leer steeds beter daarmee omgaan om dat niet meer te doen. En me meer focussen op mezelf en wat ik aan het doen ben. En dat is iets dat echt niet meteen van de een op de andere dag eigenlijk lukt. Want dit is iets dat me al heel erg lang bezighoudt. En ik heb... Ik ben bijvoorbeeld een tijdje geleden heel eventjes gestopt met Facebook en met Instagram en met Twitter. Met Facebook ben ik zo'n 2 weken gestopt. Dat was echt heerlijk. Omdat, ook al gebruik ik Facebook eigenlijk alleen maar voor mijn blog en YouTube of andere zakelijke of schoolgerelateerde dingen. Toch sluit het er wel eens in om dan door mijn timeline te scrollen en te kijken wat anderen aan het doen zijn. Terwijl dat helemaal niet van belang is voor mij eigenlijk. Maar... ik weet niet wat het is met platforms als Facebook. Op de een of andere manier raak je toch, zeg maar, die nieuwsgierigheid die komt zo in je naar boven. Dat je denkt van ik ga klikken en doorklikken, klikken, 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 klikken. En op een gegeven moment kom je zelfs op de pagina van de zus van je broer, van de vriend, van je buurvrouw of zo terecht. Something like that. Echt heel belachelijk, maar zo werkt het. En zo werkt het ook met Instagram voor mij. Ik heb nu al... ik weet niet hoe lang, maar ik denk wel zeker een maand niks op Instagram geplaatst. Ik heb de app van mijn telefoon verwijderd. Gewoon omdat ik merkte dat het me heel erg aan het afleiden was. Afleiden van wat ik wil bereiken en van wat ik wil doen. Dus ja, ik zit daar eigenlijk niet meer op. Mijn account bestaat nog wel. En ik denk dat misschien gedurende de feestdagen of misschien... zodra ik mijn diploma in handen heb, dat ik dan weer zoiets heb van oké, ik blaas weer een nieuw leven in mijn Instagram account. Maar voor nu stop ik ermee. Ja. En Twitter gebruik ik wel echt veelvuldig. Maar Twitter, dat is meer een soort ding waar ik gelijkgestemden kan ontmoeten. Waar ik het kan hebben over de black issues in Nederland. Of grapjes kan maken met anderen, maar ook kan connecten met mensen in het buitenland. Dat gaat echt super makkelijk via Twitter. Het is best wel een laagdrempelig platform wat dat betreft. Je kan echt connecten met iedereen. En ik heb daar heel veel mensen ontmoet die niet bang zijn om te zeggen wat ze denken. En dat vind ik echt heel erg fijn. Dat er meer mensen zijn die... eigenlijk gewoon zeg maar... ik heb een beetje het Black Twitter van Nederland ontdekt.
En ik voel me daar wel thuis. Ik vind dat altijd wel fijn. Maar goed, ik dwaal af. Een van mijn tips dus om je meer, niet zozeer te focussen, maar om je druk te maken meer om jezelf, maar op een gezonde manier druk te maken om jezelf, is even er tussenuit. Tussenuit misschien fysiek, dus even naar buiten, rondje lopen, rondje in het park, maar ook zeker online er even tussenuit gaan. Het heeft voor mij gewerkt, het heeft mij geholpen. Ik zit nu wel weer op Facebook, maar ik probeer echt, het lukt niet altijd, maar ik probeer er in ieder geval maximaal 1 keer per dag op te zitten. Vandaag is het me niet gelukt, maar ik probeer het wel. En als ik er dan op zit, dan probeer ik alleen mijn meldingen te checken en niet mijn hele timeline af te gaan. Maar het is moeilijk. Het is heel moeilijk. Ja, het is moeilijk. Voor mij werkt het gewoon afleidend. Ik heb dit ook in een aantal Facebook groepen gegooid en gekeken wat mensen ervan vinden. En er waren maar een paar mensen die begrepen wat ik bedoelde. Dus ik ben heel benieuwd of jij begrijpt wat ik bedoel. En heel veel mensen zeggen van ja, wat is het probleem? Ik gebruik het alleen voor dat of dat of dat. Maar voor mij werkt het nogal afleidend. Dus ik ben benieuwd of er meer mensen dat gevoel hebben. Terugkomend op het gevoel van je twijfelen of je wel goed bezig bent. Of dat je misschien het gevoel hebt dat je zelf niet goed genoeg bent of wat dan ook. Terugkomend daarop wil ik je graag nog een tip meegeven die ik heb gekregen van mijn moeder onlangs. Waar ik er heel dankbaar voor ben. Ik heb al een tijdje een notitieboekje liggen van de HEMA. Er staat op Anything is Possible. Super zoetsappig en het hoort helemaal bij deze tijd om van die quotes en zo te hebben. En ik wist niet zo goed waar ik dit boekje voor wilde gebruiken. Ik wist wel al die tijd van, ik ga hier iets bijzonders mee doen, maar ik wist niet wat. Toen kwam de tip van mijn moeder om voor mezelf bij te houden wat ik tot nu toe al heb bereikt. En dat kunnen grote dingen zijn, maar het kunnen ook kleine dagelijkse dingen zijn. Dus nu heb ik eigenlijk hierin nog niet zoveel pagina's gevuld, nog maar een paar. Want ik ben pas begonnen hieraan. Nu vul ik voor mezelf in wat ik heb bereikt. En als ik dan even down and out ben of als ik het even allemaal niet meer zie zitten, dan kan ik hier doorheen bladeren en zien van oké, ik ben wel goed bezig. En ik heb echt wel wat dingetjes bereikt. En het is dan ook heel erg fijn om eigenlijk erachter te komen waarom je dingen doet. Dat is iets, er is een filmpje dat heet Know Your Why. Ik ga hem hieronder linken. Daar heeft dit ook echt alles mee te maken. Maar goed, tip van mijn moeder. Koop voor jezelf een mooi boekje, een mooi schriftje. Desnoods met een cheesy quote erop. En schrijf voor jezelf op wat je tot nu toe allemaal hebt bereikt. Dus dat moment dan wanneer die twijfels aanbreken of wanneer je niet meer ziet zitten. Dat je zo'n boekje hebt om doorheen te bladeren en inspiratie op te doen van je eigen dingen. Laat me vooral in de comments weten hoe jij hier tegenaan kijkt. Of jij wel eens twijfels hebt over de dingen die je aan het doen bent. Je ondernemingen, je ideeën, of ze wel goed genoeg zijn of dat je voor jezelf zoiets van ben ik wel goed genoeg? Dat je heel erg zelf aan jezelf twijfelt. Heb je daar wel eens last van? En wat doe je als je daar last van hebt? Heb je tips voor mij om daar overheen te komen? Of tips voor anderen? Dan hoor ik dat natuurlijk super graag. Ik zie je heel graag in de comments beneden weer terug. En zo niet, dan zie ik je graag in een volgende video weer terug. En anders ben ik nog overal op het internet te vinden. Op Twitter en op Snapchat ben ik op dit moment het meest actief. Volg me daar, vind me daar en laten we linken, want dat vind ik heel erg leuk. En anders tot de volgende keer. Ik dank je wel voor het kijken. Thank you for sticking around. Abonneren, liken, you know the drill. Ik zie je. Ciao. Hoi allemaal en we... Als dit de eerste keer is voor jou... Pop.